present een beetje gek kunnen doen. Ja, nou? Nou, lieve vrienden, ik hoop dat jullie hem een beetje zien. Want er staat daar een regenboog. Ja? Goedemiddag, lieve vrienden. Het is vandaag alweer dinsdag en ik weet niet hoeveel dat moet. Ik geloof de 22e of de 23e. De 23e en we leven om de 4 minuten over 1, ook dat. Ik heb mijn jurk gestreken, want ja, dat moest allemaal gestreken worden. Er is een tijdje weer niet gestreken. Omdat Cindy niet kwam en ik krijg Cindy ook niet meer. Ik krijg nou een... Ja, maar, weet ik wel. Ik weet het nog niet helemaal, nee. Die moet nog voorgesteld worden en dat gaat vrijdag gebeuren. Ik ga met de meiden even lopen. En ik wens jullie als eerste natuurlijk weer alweer een welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Ze zijn een beetje gek aan het doen. Ja nou? Jo! Boefke. Hé, Boefke, joh. Hoepsie. Doe even rustig, anders kunnen jullie naar buiten. Moeten jullie naar buiten? Hallo, dames. Naar buiten. Kom. Naar buiten. Kom. Naar buiten. Naar buiten, nu. Jij ook. Rijka, naar buiten. Naar buiten. Nou? Ga naar buiten toe. Hup. Blijf maar even daar. Zo, even rust. Ja toch? Dat, ja. Even van mijn propau. Waar waren we mee bezig? Ja, welkom bij een nieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Nou ja, de Beestenboel, dat merken jullie wel. Ik ga vandaag even in de wijk Nieuw Den Helder wat boodschapjes doen. Ik moet ook eventjes het een en ander opschrijven. Maar, en dan gaan we ook nog even naar Mary toe. Ik weet niet of ik daar vlog, want ze heeft er ook natuurlijk niet altijd zin in. En ik denk dat het nou ook het geval is, want ze is ook niet helemaal in orde vanwege haar rug. Zij heeft geen corona, nee, maar ze heeft met haar rug. Dus ja, dan moet je ook eventjes een beetje rustiger doen qua filmen bijdag, ja. Dus, maar dat komt wel weer een keertje goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou gewoon goede moed. En kijk, het is weer prachtig mooi weer. Het zonnetje schijnt, de lucht is blauw met wel bewolking erin, maar het zijn witte wolkjes. Ik zie vliegtuigstreepjes, et cetera. Dus ja, helemaal heerlijk en fijn. Daar kan ik maar blij mee zijn. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet daarvan. En geniet ook zeker met ons mee. Lieve vrienden, ik hoop dat jullie hem een beetje zien. Want er staat daar een regenboog. Ja? Ik kom, loop de deur uit en ik zie daar een regenboog staan. Dus het moet ergens regenen. Ja? Ik vind het weer helemaal mooi. Nou, we gaan lekker even verder lopen. Ik ben met de hondjes. Ja, lieve vrienden, het is reeds alweer pak een beet 5:30. Ik ben net thuis met een boodschappen, et cetera. Ik kan nou ook zelf gelukkig uiensoep klaarmaken, want ik heb de kruidjes in huis. Ik moet nog morgen wel even boodschappen doen bij de Vollemar. Oh, ja, jongen. Nou, hou je wat op. Niet zo blaffen. Ja, ze denkt ook, jij praat, ik wil ook praten. Ik wil mee praten. Hé? Ja. Maar ja, de dames willen natuurlijk weer even eruit gelaten worden. Dus ik heb mijn jas en alles aangehouden terwijl ik de boodschappen aan het opruimen was. En het was even weer heerlijk gezellig bij Mary. En ja, ik heb dus niet aan het filmen geweest. Is ook niet altijd nodig, nee. En we hadden er beide ook even geen behoefte aan. Maar in ieder geval, komt allemaal wel weer goed. Ik zou zeggen, lieve vrienden, hou gewoon vol goede moed. En tot later. Hoe lief.
dit. Zo lief. Ja, dan zou je er eigenlijk haast ertussen willen gaan liggen, maar dat gaat nou eenmaal niet. Nee. Maar ik vind het zo lief. Ja, en ik ben weer bezig met een video. Tenminste, moet ik nog mee van start gaan. Dus ja, dat komt allemaal goed. Ja, dat komt allemaal goed, lieve vrienden. Ja, en ik heb hem dus niet branden. Nee, het is zover is het nog niet. Dat heb ik wel, want ik heb daar eigenlijk altijd lichtjes, maar het is eigenlijk een beetje te veel om het daar altijd te hebben. Dus ik moet eigenlijk nog even wat minder, want ik wil even gewoon de lichtjes om die spiegel heen. Maar ja, het komt allemaal wel goed. Hopelijk. Ja, dat moet ik gewoon even voor naar op zoek hier. Ja. Zo'n strip-led verlichting of zoiets, maar dan moet het wel gedimd kunnen worden. Want ik hou niet van dat felle witte. En ik hou niet van al die gekleurde lichtjes, ook dat blauwe niet, of dat groen. Moet ik ook niet in mijn boom hebben. Nee, je hebt toch ook geen kaarsjes met een gekleurd vlammetje. Dat hoort gewoon niet. Nee, dat behoort gewoon een beetje naturel zachte kleur te zijn. Ja. Dus ja, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet verder van jullie avond. Het is nu 20:54. En ik wens jullie dus een hele fijne, liefdevolle avond samen met mijn meisjes. Die hier zo aandoenlijk liggen te slapen. Heerlijk. En Kandalf is boven, dus ook namens hem zeg ik nogmaals een hele liefdevolle avond. Verlaat op de avond een welterusten en morgen weer gezond op. En graag tot aan de andere kant van de nacht.